Het is een lange weg om een professionele coureur te worden. En het gaat om meer dan snelheid alleen. Om je ultieme droom waar te maken, heb je lef, volharding en tomeloze passie nodig. Sommige mensen noemen het slechts een sport voor miljonair playboys. Maar nu is er ook een andere manier om de top te bereiken. Werelds meest exclusieve prijs in racing is terug en groter dan ooit. De snelste Gran Turismo gamers vechten het uit in een wedstrijd die hun leven kan veranderen. De prijs is een contract om als professionele coureur de volgende ster in de motorracingwereld te worden. 7 Europese landen. 42 gamers. 1 winnaar. Het wordt land tegen land. Coach tegen coach. Gamer tegen gamer. Dit is GT Academy. Silverstone. Thuishaven voor het Britse motorracen en gastheer voor GT Academy Racecamp. Na de laatste eliminatierondes heeft elk Europees team nog 2 teamleden weggestuurd. Maar omdat er van elk team maar 1 deelnemer over kan blijven voor de finale, heeft Johnny Herbert als hoofdcoach samen met de andere coaches nog wat moeilijke beslissingen te nemen. Ja, dan zijn er nog 3 over. Cedric, die in principe de snelste is. Laurens, die heel agressief tekeer gaat. En daar hou ik wel van. En Paul, die mij constant maar verbaast. Dus kom maar op naar de finale. Maar ik weet echt niet wie het kan worden. De gamers zijn getest op fitness, behendigheid, rijvaardigheid en hoe ze met druk omgaan. Nu hebben ze even de tijd om terug te kijken op hun prestaties tot nu toe. Zo, hier zitten we dan. Nog met 3 over. Als je ziet, begin van de week waren we met 6. Het gaat echt snel eigenlijk. Echt 2 weken geleden waren we nog Gran Turismo aan het spelen. Ja, dat is echt te gek voor als je kijkt wat we nu ondertussen allemaal geleerd hebben. En, dat we maar gedaan hebben. Die gymkane was de meeste druk, vond ik. Dat. Als je kijkt, de eerste dag begon echt wel heel ontspannen eigenlijk. Nou, ontspannen? Ja, nee, inderdaad. We begonnen met challenge. Ja. Daar hebben we echt wel heel goed gepresteerd als team. Daar werden we fysiek goed op getest, vond ik. En we hebben als team heel goed samengewerkt. Geef het allemaal! Ja, meteen de tweede plaats. Na onze eerste. Ja, ja, die stokker ja kijk, stokker winnen we. Ja, dus dat was echt dat is perfect. Dat was echt een beter start kon ons denk ik niet verolen en niet bedenken eigenlijk. Als team stonden we gewoon heel sterk al van in het begin. Staan. Staan. Welcome gamers. Professional racing is about controlled aggression, and that's exactly what we will be testing you on a Rage Buggy Challenge. There are no eliminations today. You'll be racing for your country's grid position for the final race. We hebben Tim, en ja, hij is de Dakar-man, hè. Hij zal ons wel goede tips kunnen geven voor deze uitdaging. Ja, met de Rage Buggy, de challenge. Ja, gaat het erom gevoel te krijgen met de grip en ook om te gaan met alle situaties. Want elke ronde verandert het circuit, want iedereen rijdt er overheen. Je komt dus bij die racebuggies aan en Tim zegt dan opeens dat hij met ons wil praten. Daar hebben we ook nog eens een keer een verrassend element bij. Want dat wil namelijk zeggen dat er zometeen maar 1 van jullie in de race gaat rijden. Dan wordt het ook wel even heel serieus. Zij moesten mij overtuigen dat zij degene waren die moest rijden. Ik heb, laten we opstellen, de minste ervaring van ons alle 3. Ja. Maar desondanks heb ik wel laten zien dat ik minstens net zo snel, al niet sneller ben dan zowel Laurens als Cedric. Ja, wat ik wel mooi aan Paul vind, hij is zelfverzekerd. En hij leert telkens weer. Hij weet dat hij foutjes maakt, maar hij weet ook dat hij stappen maakt.
En waarom zou ik niet voor Cedric kiezen? Nou, omdat ik denk dat Cedric niet met de druk om kan gaan. En Laurens? Hetzelfde verhaal. Ik denk ook dat Laurens niet met de druk om kan gaan. Hallo. Je hebt er daar net al over na kunnen denken. Ik ben de snelste. En ik kan met druk om, zoals ik al bewezen heb. En ik ben een racer in heel mijn lichaam. Dus ik kan ook aanvallen en verdedigen. Waarom zegt Paul dan dat jij niet met de druk om kan gaan? Waarom zegt Paul dat? Ja, dat snap ik niet, want bij Gymkhana heb ik geen fout gemaakt. Yes. En hij wel. Waarom zou ik niet voor Cedric kiezen? Ik denk dat Cedric mentaal zwakker is. Oké. Het mooie aan Laurens is, hij weet wel de juiste puntjes bij mij te raken. Want hij zei dat hij agressief genoeg was, dat hij die experience heeft en dat hij hier maar voor één ding is. Winnen. En dat maakt de indruk. Zo. Waarom zou ik jou moeten nemen in deze race? Sinds het begin van deze week heb ik echt wel, denk ik, heel constant hoge resultaten kunnen rijden. Ik ben ook, in tegenstelling tot mijn teamgenoot en concurrent natuurlijk, heb ik weinig fouten gemaakt, geen spins, niet van de baan geweest. Ja, dan zegt ook Tim, zegt hij Laurens zegt dat hij sneller is dan jou. Kan best, misschien over één rondje, maar dan heb ik denk ik wel gedurende de week al bewezen dat ik heel constant kan zijn. En ja, in een wedstrijd is constant snel zijn hetgeen dat telt natuurlijk. Ja, toen kwam Cedric. En die kwam al met een paar argumenten waarmee hij het mij heel moeilijk maakte. Oké, degene die met mij de Buggy Race Challenge gaat rijden, die bepaalt welke positie wij in de finale gaat krijgen, is Laurens. Succes, man. Dank je. Succes. Sportief, hoor. Heel sportief. Ik denk dat Paul het voor had zien aankomen. En Cedric wou liever rijden, denk ik. Ik ben gekozen. Dus ik voel de druk wel komen, maar ik weet dat, ja, ik ga gewoon mijn uiterste best doen. En ik ga er alles aan doen om te winnen. Wel jammer, ik had meer ook graag willen bewijzen. Maar het is toch een druk die meteen ook van je afvalt. Want dan kan je het zelf ook niet verpesten voor het team. 50 seconden. I'm nervous. Maasjes zijn exact hetzelfde. Natuurlijk is het nog altijd moeilijk om iemand anders te zien rijden. Om iemand anders het Benelux-team te vertegenwoordigen dan jij. Maar aan de andere kant ben je natuurlijk wel Laurens aan het aanmoedigen. En wil je ook dat hij die race wint. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Laurens start. Kom maar. Laurens gaat als vijfde weg. En zet zichzelf gelijk op de tweede plaats achter Rusland in de eerste bocht. Laurens houdt stug vol om Team Rusland bij te houden. Met Benelux op zijn hielen zal de Rus hard moeten vechten in dit epische duel voor de startpositie. In deze strijd is de Russische beer verslagen. Benelux ligt aan kop. Maar de strijd is nog lang niet gestreden voor Team Benelux. Rusland en Italië zetten de achtervolging in. Tweede en derde plaats zijn nu lekker aan het vechten. Hij vliegt over die baan. En ik moet zeggen, hij doet echt een super job. En hij is super agressief. Ja, we gaan als een jekko. Tweede en derde plaats zijn nu lekker aan het vechten. Dus ja, we trekken gewoon weg. Dan ja, Italië, Frankrijk en Svepacek. Dat wordt heel nipt. Italië en Rusland zullen toch echt hard moeten vechten als ze de voorsprong van Benelux af willen nemen. De Italianen komen echt sterk terug, hoor, nu. Passalo. Hey, where's your driver? He's getting smaller in the mirror. Italië. Italië verliest en verdwijnt in de verte terwijl Laurens de winst pakt. We tegen de finish, you're second. I'm second. Come on! Nicol! Benelux! Congratulations. Good job. Yes.
De uiteindelijke uitslag van de Rage Buggy test, die bepaalde onze gridpositie in de finale. Dus het was heel belangrijk om te zorgen dat we zo ver mogelijk vooraan kwamen. Kom maar, kom maar! Laurens, je wint de race. Heel mooi voor ons. Nu is het aan ons om te blijven pushen natuurlijk en niet geen afstand te geven, zodat wij ook de finale kunnen. Ah, we waren weer de slimste. Ja, ik ben super blij, super blij. Ik had een goede start genomen. Tweede, net die rust nog net voor moeten laten gaan in de eerste bocht. Maar die rust, ja, hij reed goed, maar ja, niet goed genoeg. Dus ik pak hem daar al gelijk. Ik dacht, ik moet de eerste zitten. En ja, ik bleef aan de leiding rijden en ja, het was een goede voorsprong, kon ik rustig afmaken dan. Eerste plaats, pole position en in principe is dat altijd de beste uitgangspositie. Gamers, we're only one day away from the final race. In de Traffic Challenge, de druk ligt nu heel hoog. Er zit wat pressure. Vanuit het karten weet ik dat ik het inhalen op de grond een van mijn sterkere punten is. De coaches en gamers weten nu hun startposities in de finale van de GT Academy op Silverstone. De overgebleven drie gamers vechten nu voor de laatste plaats in hun teams. En de kans om een professioneel contract te winnen. De druk is hoog. Gamers, this is the overtaking challenge. You will be doing three laps of this circuit with 10 cars ahead of you. The gamer that overtakes most cars wins the challenge and is safe from elimination. The two remaining drivers will fight it out in a velodrome-style dogfight. The loser will be eliminated from race camp. In de Traffic Challenge moeten ze mij laten zien dat ze op de juiste manier de meeste auto's inhalen. En degene die het meeste auto's inhaalt, die is immuun. Maar die andere twee moeten daarna uitkomen in de dogfight. Ja, de volgorde van de rijders, die hebben gewoon geloot uit het helmpje. Degene wie als eerste gaat. Ben jij lang? Degene wie de tweede zal zijn uiteindelijk. Paul, dat ben jij. Ja? Nou, dan is het duidelijk. Dan ben jij de derde. So who have we got in the car? We got Lawrence in there. I love his style. He stole my heart a little bit. Okay, right. Because I recognize myself. De auto waar de gamer zich gaan racen heeft bijna 530 pk. Een topsnelheid van zo'n 300 km per uur. En gaat van 0 tot 100 onder de 3 seconden. Oh, he's aggressive. Good. Laurens haalt meteen de eerste auto in en heeft nog 8 te gaan. It's not quick enough, is it? Come on!
must pass now. He must pass now. He had to do it there. The last one to go. Push him, Tim. I think with everything you said, Tim, I was expecting a bit more. Boom. That was a good move. That was a nice move. And he had to do that move as well. Ondanks de agressie op het parcours heeft Laurens maar 3 auto's ingehaald. Een teleurstellend resultaat. Tough? Yes. Ah, not many cars. No, but on not reality... enough cars, probably. Ik heb alles gegeven wat ik kon. Ik kon echt gewoon niet aanpikken. Okay. Ze gingen echt snel. Dat zag ik ook, hoor. Maar dat maakt niet uit. Het is een wake-up calltje. Ja. Huh? Ja. Doe je ding. Snel. Laurens? Wow, die had het moeilijk daarna. Hij was echt gefrustreerd. Maar ja, bedoel, hij zit achter het wiel. Dus zoek geen excuses, want jij doet het. Who's next? Next is Paul. Okay. Ah. Paul's a young guy who's really absorbing a lot. Yeah, you saw him. Yeah, no, I like Paul. Yeah. I think Paul sort of has a nice character about him. Really nice character. Way about him, yeah. Exactly. Toen we te horen kreeg dat we een traffic challenge hadden, was ik best wel zelfverzekerd. Want vanuit het karten weet ik dat het inhalen toch wel een van mijn sterkere punten is. Dus ik dacht dat het wel goed zou gaan komen. Hallo, mijn naam is Paul Broekmeulen. Ik ben 19 jaar oud en ik heb me geplaatst voor de finale van de GT Academie Silverstone. En dit is waar ik woon. Ik werk bij de Albert Heijn, bij de lokale supermarkt dan. Ik heb net mijn HAVO afgerond en ga volgend jaar automotive doen in Eindhoven. Ik heb een passie voor motorsport sinds ik jong was en alles wat ik wil is professioneel coureur worden. Het zou natuurlijk alles voor mij betekenen om mijn droom werkelijkheid te kunnen maken. Here we go. This guy is pushing, hè? Maar we gaan eerst kijken hoe Paul het doet, want ik zie dat ze bij Paul ook goed hard rijden. Dus. Come on! Gonna pass. Inside! Committed. Yeah, baby! That's it! Wow. I love could his style. I love done. His style. Could be done. Go on. Oh, wow. Whoa, boom! Don't hesitate. Come on, don't push too hard. Come on, boy. Come Paul, on, you got to close the gap. Come on! Be smart, be smart. Position. Position. Take the inside. Are you gonna do it? Yeah. Nee, hij doet het niet. Alleen kieken. Ja, dat is goed voor mij. Ja. Omdat hij aarzelde in de laatste bocht, heeft Paul de kans gemist om 4 auto's in te halen. Zijn score is dus 3. Well, that's 2 the same. So they're equal. So they're equal. If these two are going to be in a dogfight, to be honest, I would love to see it. Ik heb ze daar moeten inhalen in de moeilijkere bocht. Omdat ze ja, ik kwam niet bij op het rechtstuk. Hij was agressief. Pakte de goede lijnen. Oh, we hebben hier een potentiële winnaar. Ik heb wel mijn best gedaan. Lekker uitremactie achterin. Ja, ik zag het, je zo hing er bovenop. Hey, we gaan snel wisselen. Goed. Huppakee. Cedric, kom je erbij? Ja, in de vorige challenge, de Buggy Challenge, mocht ik de wedstrijd dan niet rijden. Dus dan is het nu wel zeker het moment om mezelf te bewijzen. En toch te tonen dat ik er sta. Dat ik wel degelijk snel genoeg ben. Cedric is the most thinking one. Okay. And we'll see. This could be his challenge. Yep. For the first time, I saw a killer look in his eyes. Wow. Green, let's go. Good. Dat mag toch helemaal niet? Wat doen die? You can. Daar ligt hij daar voorbij. Ja, we moeten voorbij laten. Kijk. Ja, voilà, dat is verloren, yes. Cedric was snel weg. Maar hij haalde de eerste auto al in voordat de formatie compleet was. Dat was dus een valse start. Oké, stop. Restart. Oh, restart. Okay.
Nee, ze gaan gewoon opnieuw beginnen. Ja, dat is de regels niet. In Formule 1 is er ook geen tweede start als je valse start maakt. Oké, okay, cool. Here we go again. He's closing. Close the gap, yeah. Boom! Good stuff. I'll give it time. It's still a little bit more. I like it. Yeah. There's another one. You better get this one. Boom! Whoa! Done. It looks better than the others. At the moment, I have to say, I like his He's going to take his one. Very good, yeah. Is he going to do it? Boom! Yeah, 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 yeah! Boom! Come on! Dat kon ik niet! Cedric is een man met een missie. En hij heeft het geweldig gedaan om 5 auto's in te halen. De coaches zijn zeer onder de indruk. Five pass. So he's safe. The dogfight now is going to be between Paul and Lawrence. Yeah. To be honest, Lawrence is more quick. But can he handle the pressure? De dogfight is die staat tegenover elkaar op een ronde. Je moet 3 rondes rijden. En wie het eerst over die denkbeelden gelijk komt, die heeft gewonnen. De druk ligt nu heel hoog. Want Laurens heeft dan wel de pole positie gewonnen. Maar komt hij zo meteen al uit voor die finale? Dit is een race om te bepalen wie mag blijven en wie weg moet. Laurens rijdt de zwarte auto. Paul rijdt de witte. Slechts 1 gaat door naar de volgende ronde. Ready. Als ik er nu uit ga, ja, dan is heel de week eigenlijk voor niks geweest. Ready. Op het moment dat ik instapte, ben ik meteen gefocust. Ik ben hier niet om mee te doen, ik ben hier om te winnen. 3, 2, 1, go! Paul is behind. Laurens is ahead. About a second difference. Yeah. Laurens heeft de eerste ronde gewonnen. Dus moet Paul de tweede ronde winnen om in de competitie te blijven. Om dit stadium van de GT Academie eruit te gaan zou natuurlijk verschrikkelijk zijn, want je bent er zo dichtbij. You idiot. 2-0. 2-0, exactly. Good job. Niet goed genoeg. Ik was gewoon niet snel genoeg. Zo simpel is het. Laurens was beter, ik ben op waarde geklopt. Niet meer dan wat. Het is voorbij nou, dat is jammer. Daar hoop ik dat Laurens wint. Daar heb ik in ieder geval verloren van de winnaar. Paul heeft denk ik zijn best gedaan. Maar ja, als je niet snel genoeg bent, dan vroeg of laat haak je dan af. Ik doe morgen weer mijn best in de volgende auto. En ik hoop dat Tim mij kiest dat ik mijn eigen polepositie kan verzilveren. We hebben dus weer bewezen dat de Belgen sneller zijn. Hè? We zijn allebei heel erg snel, dus ja, kan maar eens doorgaan. Ik ga gewoon tonen dat ik nu kan winnen en dan is de keuze aan Tim. Ik had 2 potentiële winnaars, maar wat moest ik nu?